Even kijken, is het een beetje keukenachtig? Weet ik niet. Ik zit ook echt in mijn tas te kijken met wat heb ik nou eigenlijk al meegenomen. Heerlijk. Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. En ik weet het. Het echoot een beetje. En misschien niet eens een heel klein beetje. Misschien een beetje veel. Ik weet het niet. Ik heb hier letterlijk nog niet eerder gefilmd, maar ik kan het horen. Ik heb een kantoor. Ik ben mijn huis aan het veranderen. Ik heb een kantoor. En het is allemaal heel veel. En ik dacht, dit is even de reden dat ik naar One Accessoires wil kijken bij Action. Dus vandaar deze video helemaal leuk. En vandaar deze echo. Want is het in mijn kantoor. En ik heb hier 3 meubels. 5. In ieder geval in deze video ga ik even aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. In ieder geval een heleboel hele leuke dingen. Dus ben je benieuwd? Blijf nog gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. En abonneer ook zeker op het YouTube kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Let's go! Ik heb gewoon even leuk gewandeld door Action. En iets wat ik niet per se nodig heb, maar wat ik wel heel erg leuk vond. En wat ook niet echt een accessoire is, maar goed, dat ligt bovenop. Ik heb nu al helemaal fout. Maar dit is even een leuk verhaal, oké? Ik zag dat letterlijk best wel een lange tijd geleden. Deze gin tonic glazen. En ik vind ze dus er heerlijk uitzien. Ik drink persoonlijk geen gin tonic. Maar ik vind het wel heel leuk. Een soort hele grote wijnglas. Maar die week ga ik dus wel zo'n tonics drinken. Maar ik heb ze dus een keer eerder gezien bij Action. En jullie weten het, er moet altijd heel snel bij zijn. Bij alle leuke spullen bij Action. Want het assortiment gaat razendsnel. Dus voordat ik het door had, waren ze alweer uit het assortiment. Maar nu zag ik ze weer. En ik dacht, ja, je gaat nu mij niet vertellen dat ik het nu weer niet ga meenemen. En dat het dan weg is. Een set van 2 glazen. En even kijken, waar is dat tonnetje nou? Is €3,29. Ik zeg het maar even. Ik zeg het maar even. En dan heb ik nog een paar andere keukendingen trouwens. Iets wat ik dus ook niet had, was een ovenschaal. En dit is perfect. Ik heb echt een hele kleine oven, maar ik gebruik hem echt heel vaak. En ik mis heel vaak een ovenschaal. Ik dacht, weet je wat? Ik ben dan toch bezig met dingen die ik nodig heb. En vaak gaan gebruiken, maar ook een paar leuke dishes en busjes trouwens. Ik ga dit gewoon meenemen, want ik was even door de keukenafdeling aan het lopen. En deze is €2,99. Ik bedoel maar, heerlijk. Ik kan echt niet wachten om weer wat uit de oven te maken. I love it. En om even bij de keukenafdeling te blijven. Want ik zag daar nu echt leuke dingen trouwens. Maar dit is ook een beetje soort accessoire, want dit gaat echt heel erg leuk staan. Ik ga hem even openmaken. Kijk nou! Een set met 4 houten snijplankjes. Maar zie je wel waarom ik zeg dat het best wel ook gewoon leuk gaat staan in de keuken. Het is bijna een accessoire die je ook nog handig kan gebruiken. Een snijplankje. Ik kan hem altijd van pas kopen natuurlijk. En ik vind hem echt heel erg mooi. Wacht, ik moet het nog even beter laten zien. Ja, heel erg leuk. €4,98. Nou, dat vind ik echt niet heel duur voor zoiets. Vind ik echt zo leuk. Love it. Even kijken, is het een beetje keukenachtig? Weet ik niet. Ik zit nog echt in mijn tas te kijken met wat heb ik nou eigenlijk al meegenomen. Heerlijk. Oké, dit is ook iets voor de keuken. En dit zijn enorm dikke siliconen rietjes. Ik zag dit. Dit was trouwens bij een beetje de tuinafdeling bijna. En ik dacht, ja, dit is super. Kijk hoe groot ze zijn, dat ten eerste. En ze zijn inderdaad van silicoon. En je hebt er een grote, of waar is die hier? Een grote borstel. Die dan gaan schoonmaken. Ja, sorry, maar ik zag dit en ik dacht echt, dit is alles wat ik nodig heb in mijn leven. Ze waren er ook in zwart en wit. Ik heb natuurlijk voor de cursus gekozen. Ja, ik vind het heel leuk. I love it. En dit was €1,52.
Oh ja, mag in de vaderster. Heerlijk. Die is beter. Okidokie. Oké, dan heb ik dan nu wel echt iets. Echt als een accessoire. Waar ik dus al een tijdje mee zat, was dat ik de kussens op mijn bank niet meer heel leuk vond. En ik kon gewoon geen alternatief vinden tot vandaag. Ik heb een grijze bank. En ik vind dit dus heel leuk. Zo'n grijs motiefje. Maar ik heb dus nu ook nieuwe stoelen in mijn tafel. En, of in mijn tafel, in mijn woonkamer. Maar ik heb best wel coole kleuren, zeg maar, op mijn bank en zo. Maar mijn stoelen zijn dan wat warmer. Dus ik dacht, dit samen. Nou, ik zag dat helemaal gebeuren. Ik ben ook echt benieuwd hoe het eruit gaat zien. En dat kost €3,49 per stuk. Moet ik zeggen, het voelt zo goed. Het ziet er echt heel erg goed uit. Dan iets leuks voor mijn eettafel. Ik heb een witte marmeren tafel. En ik zag dus dit. Oh my god, dit is echt zo zwaar. Maar ik heb marmer onderzetters. Absoluut. Ik heb ze nu in zwart meegenomen omdat dus mijn tafel wit is. Maar je hebt ze ook in het wit. Ik zal het even openmaken. Dat is zo leuk het eruit ziet. Echt dik stenen. Maar dit is hoe die eruit ziet. Ja, ik vind het echt prachtig. Echt heel erg mooi. En die hebben ze dus ook in het wit. En het was €3,99. En dan heb ik nog iets anders voor de keuken. En dat is dit karafje. En dat vond ik zo leuk. Ik was echt bijna van plan om de hele set mee te nemen. Want je hebt nu glazen en wijnglazen en dus karaffen. En ook van die grotere karaffen. Met zo'n motiefje en in verschillende kleuren. Ik heb dan blauw, ik heb dan roze, groen. Ik weet het niet eens meer. Maar het zag er heerlijk fantastisch uit. Het is trouwens geen plastic, het is echt glas. Ik vind het zo mooi. Ik moest mezelf echt tegenhouden om niet alles mee te nemen. €2,99. Echt, oh mijn god. Laat alles vallen en ren naar Action. Dan, voor mijn werkkamer. En dit is, ja, ik heb een mandje gekocht. Ik hou echt van mandjes van Action. En ik merk gewoon dat ik, en dat merkte ik altijd achter mijn hele leven al. Maar ik heb altijd heel veel dishes en mandjes liggen. Heel veel make-up op de tafel. SD-kaarten, camera's, alles. Alleen ik wil dat nooit helemaal gaan opruimen naar de andere kamers in de laars, bla 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 bla. Maar de volgende dag heb ik het weer nodig. En sleep ik het weer naar de tafel en dan gebeurt hetzelfde en bla 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 bla. Ik dacht, ik ga een mandje neerzetten waar ik al dat soort dingen in kan leggen. En dan is het toch net even wat, ja, oogt wat opgeruimder. En het werkt gewoon niet voor mij als ik het steeds heen en weer breng. Dus dit mandje heb ik meegenomen daarvoor. Echt, I love it, sowieso. Mandjes van Action. Mijn huis staat er echt vol mee en ik heb er nooit genoeg van. €5,95 was deze. Lovely. En je had hem ook in het wit en je had ook andere formaten en zo. Maar ik vond dit, ja, het moet dan wel ruim genoeg zijn voor al mijn troep. En dan nu. Iets wat ik echt niet had verwacht dat ik zou meenemen, maar ik keek er echt 10 keer naar. Echt, ik liep 10.000 rondjes en ik dacht, ja, ga ik dan meenemen? En ik heb het meegenomen. Dat is deze zebra. Oh my god, dat is een canvas met een zwarte lijst en een zebra. En ik zal hem even uitpakken. Kijk, ik heb natuurlijk, mijn kantoor hier is best wel leeg. En ik heb ook nog een klein broodje die ik misschien ook op de achtergrond ga gebruiken. Maar dit leek me eigenlijk heel leuk in mijn kantoor. Want ik heb ook een zwarte vaas die ik heb gekocht. En ik zag het helemaal naast elkaar zo staan als achtergrond van mijn video's. En dit vind ik gewoon heel erg leuk. En hij was €8,95. En ik vind hem er echt zo mooi uitzien. Hij is echt lekker groot ook. Ja, ik vond hem echt top. Ik kon deze echt niet laten liggen. Anyway, dit was de shoplog van vandaag. Ik heb nog veel meer leuks gezien, maar sommige dingen heb ik al heel veel of heb ik niet nodig of wat voor reden dan ook. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden, mijn shoplog van vandaag. Onthoud goed, wacht niet te lang om naar Action te rennen voordat het allemaal uitgevoerd is als je iets leuks hebt gezien. Anyway, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!